Ja. Gaat het met je stem? Dat is het raar, ik heb helemaal niks gedaan. Ah, godverd. Oké, ja. Nee, dan is het weer feest. Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Binnenkomers. Mijn naam is Rohan en helaas heeft Aileen haar voet gebroken. En daarom moeten de mannen en andere kijkers, maar in het speciaal de mannen natuurlijk, het helaas met mij doen de komende paar afleveringen. Dus we gaan kijken of we ergens binnen kunnen komen. Hey yo! Hallo! Hallo! We zijn van het programma Binnenkomen, zo vroeg af of even binnen mocht komen. Nee, gaan we niet horen? Sorry! Dat maakt niet uit, fijne avond jongens! Echt een beetje rust, echt in core, gewoon nee, nee, nee! Hallo! We are from the program Binnenkomers. We were asking if you can come inside. Het gaat goed, Rick. Of het A of B is. Zal ik gewoon A proberen? Oh, echt geen meid, jongen. Moet hier wat uitkomen? Hallo! Hallo! Hallo? We zijn van het programma Binnenkomers. We vroegen ons af of we even binnen mochten komen. A few minutes later. Dit duurt echt lang. Ze zijn in kruis. Zijn nog even in overleg? Is goed. Ik wacht hier. A little longer than a few minutes later. Oké, okay, mag wel. Yes, oké, okay, let's go. Kom. Het is wel wat druk hier nu. Ik ben Rohan. Hallo. Hallo. Ja, want we wonen met z'n achten. Dat is altijd wel een drukke bedoeling. Maar meestal als iedereen thuis is, dan zitten we wel met z'n allen hier. En dan op dinsdagavond ook, hebben we ook huisavond. Ja. Dus ja, vandaar ook. Wat is hier vanavond gaande dan? Clubavond. Ah. Ja. En hier hebben we lichtjes in gemaakt. En dat is hier Casa Clores. Ja, dat is wel mooi. Mooi, hè? Zeker weten. Is dat, en hoe zit het met schoonmaken? Lukt dat? We doen altijd meestal op dinsdag en we hebben gewoon taken verdeeld. Ja, nee, dat zit goed. Ja, oh, het is net schoongemaakt. Nou ja, gisteren. Ah, kijk. Ja, nice. Nice, 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 nice. Ook toevallig net opgeruimd, dus... Alsof je wist dat we kwamen. Ja, precies. Oh, Martini-toren zie je nog van vier. Oh ja, sick. Nee, maar ja, we zitten toch meestal gewoon in de GK met z'n allen, dus dan hoeft het niet heel groot te zijn. Nee, precies. We zijn een beetje met allemaal verschillende verenigingen. Mm-hmm. Dus we hebben Albertus en Vindicat en Descartes wel door elkaar. Oh, ja. Maar de meeste mensen zitten bij GCAC. Oh ja, dat is vereniging. Ja. Normale koelkast, die heeft iedereen zijn eigen plank, weet je. Dat is gewoon qua eten en zo. En we hebben hier ook nog voor bier. Er staat voornamelijk bier in. Optimaal. Ja, bij het bier. Optimaal kan ook, hè? Voor de brakke dag. De geluidsinstallatie. Ja, die is een beetje karig. Een JBL-box. Dat is nou, beter iets dan niets. Ja, hij is niet heel groot, maar we zijn aan het sparen voor een nieuwe, maar we weten er nog niet zo goed van. Dat is toch prima. Dus dit is de geluidsinstallatie. Heel goed, ja. Heeft iemand jullie een heel uniek verhaal over dit huis? We hebben wel eens huisfeestjes hier. En dat escaleert altijd een beetje met van oké, we mogen maar zoveel mensen uitnodigen. Maar meestal komen er dan echt veel meer mensen. Dus hadden we laatst een afgeskifeest en we hadden eerst al wat DJ's. En we dachten eerst van oké, 5 mensen per persoon. Nou, dat eindigde in dat het hier helemaal vol stond en er uiteindelijk nog een volkszanger kwam en zanger Richard, zijn sticker hangt door nog op de deur. En toen op een gegeven moment kwam dus ook de politie en even korte side note, er stonden op een gegeven moment echt 95 mensen of zo hier. En de hele hier? Ja. Gewoon. Maar met dezelfde, gewoon... En die boy die stond daar met die zanger erbij.
is een manager. Ja, maar de grond ging dus ook helemaal op en neer. Dus de dag daarna wat mensen die bij Alberto Scandi liepen, die vervolgens voor ons de hele GK gingen opruimen. Ja. Oh! Dus wij zaten hier. Ja, dus wij zaten hier vooral te kijken hoe andere mensen vervolgens onze zorg gingen opruimen. Gaat een beetje stem? Heb je gisteren? Dat is het raar, ik heb helemaal niks gedaan. Hij is al 4 dagen, is hij zo. Oh, vervelend. Ja, hoor, maar niet beter. Mooi. Dan is er nog 1 ding overgebleven. Ik moet eigenlijk even een atje trekken en dan de tijd bouwen, hoor. We gaan de bak trekken. Nee. We gaan de bak trekken. Ze waren de rietjes aan het afwassen. Ja, ze zijn de rietjes aan het hergebruiken voor het atje. Zullen we beginnen, jongens? Of dames? Maar wie is het? Ja, maar Mel is het snel. Oké, wel. 3, 2, 1. Uiteindelijk maak ik er een bende van. Oh. Nee, wie verliest die trekte? Ah, godverd. Oké, ja. Nee, dan is het weer feest. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie tijd. En nog een hele fijne avond. Dankjewel. Nou, dit was geweldig, toch? Ik zat er fijn over dit adres, maar... Het was gezellig. Het was leuk. Dit was mooi. Zijn we weer. Lekker op straat. Het was hartstikke gezellig bij KZK, hoor. Dan ga ik nu door naar de beoordeling, want daarvoor kwamen we er uiteindelijk ook. Locatie, uitzicht en woonvorm. Nou, prachtige locatie hier in de binnenstad. Mooi uitzicht op het Forum en de Martini-toren. Dat krijgt van mij 3 sterren. Hij had naast de normale koelkast nog een aparte koelkast voor het bier. Ja, goed voor elkaar wat dat betreft. Was ook redelijk gevuld. Dus dat krijgt van mij ook 3 sterren. Dan de geluidsinstallatie. Die was een klein beetje karig. Dat zeiden ze zelf ook al. Ja, een JBL-box, dat was het. Wel een wat grotere, dus daar komt wel goed geluid uit. Maar dat krijgt van mij toch 1 ster. Huisdier. Hadden ze niet. Ze hadden wel muizen. Dan de badkamer, wc, keuken, / schoonmaakrooster. Nou, die badkamer die zag er piekfijn uit. Dat was, we kwamen op het goede moment volgens mij. Dat was hartstikke goed in orde. Dus dat krijgt van mij 4 sterren. Dan de activiteiten. Hoe gezellig is het huis? Ze vertelden me dat ze heel veel verschillende dingen deden met het huis. Allemaal leuke verhalen over feestjes en andere dingen gooien die ze met het huis doen. Of vakanties en dat soort dingen. Dus dat zit volgens mij redelijk goed voor elkaar. Krijgt van mij 3 sterren. Dan het ludieke verhaal. Vond ik een leuk verhaal over het feestje dat er ineens 95 man binnen waren. Wel een leuk verhaal, heel vet, maar ging er weinig fout. Moet er wat fout gaan? Ja, vind ik wel voor een ludiek verhaal. Dat krijgt van mij 2 sterren. Dan het bonuspunt voor de gastvrijheid. Die hebben ze natuurlijk dubbel en dik verdiend. Want ik kreeg een biertje meteen zodra ik binnenkwam. Dus dat was hartstikke goed. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Wa 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 w